Wij zijn een DVD aan het maken. Weet je wat het is, een DVD? Ja. Wat is een DVD dan? Nou, dat is een soort videoband op een CD, zeg maar. Dat je ook kan afspelen, waar ook video's en zo op staan. Dus het lijkt een beetje op een video, alleen dan iets kleiner. Dat zijn wij aan het maken. Weet je wie dat is, Alfred Jodokuskak? Ja, natuurlijk. Wie is dat dan? Dat wordt nog steeds uitgezonden, maar dat is een programma op televisie. En dat gaat over een eend en die beleeft avonturen, zeg maar. Ik wil graag Alfred Jodokuskak spelen. Jij wil graag Alfred Jodokuskak spelen, maar dat kan toch helemaal niet? Alfred Jodokuskak is een... Jij bent een mokkeltje. En Alfred Jodokuskak is een gozertje. Dat kan toch niet? In Leiden. En hebben een voorstelling gespeeld en die heette Verboden te lachen. Moeilijk. Verboden te lachen. Dus kinderen die naar die voorstelling kwamen, die mochten niet lachen. Alfred, die komt thuis en moet ontzettend nodig plassen. Maar er is geen wc-papier. Dus hij heeft een probleem. Dus wat hij dan doet is de krant pakken. Om zijn bibs mee af te vegen. Ja? Terwijl hij dat wil doen, leest hij in de krant dat er in het Afrikaanse hotsknots Botswana... Hotsknots Botswana. In het arme landje hotsknots Botswana is bij sommige mannetjesdieren een geheimzinnige ziekte uitgebroken. Een ziekte die tot nu toe alleen voorkwam bij giftige wortels van sommige bomen. Misschien is de ziekte ontstaan omdat dieren die honger hadden de giftige wortels toch gegeten hebben. Door die besmettelijke ziekte kan... Door die besmettelijke ziekte kan je weet wel afvallen. Het enige dat helpt is dan nog Plaktamol. Wat zou je weet wel dan kunnen zijn? Ja, je bipsy. Wat denk jij? Je bipsy, hoe kom je erover, zeg? Het is moeilijk om uit te leggen, zeg. Nou, om het netjes te houden, het mannelijk geslacht. Of het vrouwelijk geslacht. Dat is niet leuk, als dat afvalt. Veel dieren in hotsknots Botswana kunnen door afgevallen je weet wels... nu geen kinderen meer krijgen. Denk je welke ziekte zou ik daarmee bedoelen? Ja, ik weet niet precies, iets van eten of zo. Dat is het. Nou is het geheim van sprookjes vertellen. Als je een sprookje vertelt, dan probeer je altijd met andere woorden iets te zeggen wat in de grote mensenwereld gebeurt. Even dacht ik nog, maar alles gaat fout. Geen dier in dit land wordt gelukkig en oud. Even dacht ik nog, maar alles gaat fout. Geen dier in dit land wordt gelukkig en oud. Want zonder gezondheid? Ja, dan kom je niet ver en dan heb je alleen maar, dan heb je geen leuke dingen meer in je leven. En zonder school? Nou, dan weet je niks. Ben je alfabetisch, als het goed is. En dan weet je eigenlijk niks, niks schrijven en zo. Niet lezen. Exact. En als je dingen weet en gezond bent, dan kom ik even met een heel groot, grote mensenwoord, dan ben je eigenlijk onafhankelijk. Want dat betekent, je bent gezond en je weet van alles, dus dan kun je heel goed voor jezelf zorgen. En is het in onze wereld is het zo geworden dat wij soms mensen helpen,
in zo'n arm land, wat ik dan maar even gemakshalve arm land noem. En wat we daarmee doen is eigenlijk die mensen afhankelijk maken van onze hulp. In plaats van dat we die mensen helpen onafhankelijk te worden. En dat is wat Alfred probeert uit te leggen in sprookjes. Tekenfilms van Alfred Jodocus Kwak hebben allemaal een boodschap. Het gaat over liefde, het gaat over warmte, het gaat over trouw. Het gaat over, altijd heeft het een onderwerp wat met mensen te maken heeft. En dat is Herman. Ik ben trots op Herman en ik ben trots op Alfred. Ik heb zoiets, het is van ons tweeën gewoon. Ja. En wij zijn broers en ja. Ja, goed, dat is een heel bijzondere ervaring. Dat is een erge verrijking van je leven. En dat ik Herman heb ontmoet. Het is zo, ik moet een verhaal vertellen wat niet leuk is. Hoe ben ik er tot gekomen om dit te doen? Ik hockeyde vroeger. En ik was in India, ik kwam uit mijn hotel en er kwam een vuilnisbagen langs. En ik zag daar een moeder en een kindje zitten. En die moeder was dood. En de kindje zat daar. En die mensen die pakten die moeder en die gooiden die zo in die vuilnisbagen. En de kindje bleef zitten. Ja, en toen, dat is een van de belangrijkste momenten van mijn leven geweest. Toen had ik zoiets van, als ik ooit iemand tegenkom die mij kan helpen om hier iets te doen. Ik was te stom toen om dat kindje te pakken en mee te nemen en daar iets voor te doen. Dat zou ik nou gedaan hebben. Maar zover was ik op dat moment niet. En toen kwam ik Herman tegen naar de Olympische Spelen van München. En toen zei hij van ja, zullen wij iets kleinschaligs opretten, een kleine stichting. Niet zo'n grote, maar dat gewoon iets kleins wat van ons is en bij ons. En toen is Columbine ontstaan. Columbine was het liefje van Harlekijn in de Commedia d'arte. Harlekijn heeft altijd een masker voor zich. En Columbine die staat open voor de mensheid en die straalt vrolijkheid uit. En dat hebben we toen met prinses Irene toen en Herman. Toen zijn we in 1972 begonnen. Ja, zoals je weet is daar het Columbinehuis van ontstaan, waar we ook erg trots op zijn. Columbientje, dat is het symbooltje van het Columbinehuis. En Alfred is daar een beetje de gastheer. Wanneer je soms iets naars beleeft, je niet mag uitgaan door de regen. Slaande ruzie hebt gekregen met iemand waar je veel om geeft, als speelgoed door een mankement niet meer zo leuk is als tevoren. Je kwartje ergens is verloren. Kortom, als je verdrietig bent, dan komt de vogel met een lied. Je hoort hem, maar je ziet hem niet. En als je voor hem hebt gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet. Dan komt de vogel met een lied. Je hoort hem, maar je ziet hem niet. En als hij voor je heeft gezongen, vliegt hij weg met jouw verdriet. Zolang er kinderen bestaan, is hij ze altijd komen troosten. In Doesburg of in het Verre Oosten, of waar hij ook naartoe moest gaan. De vogel is in al die tijd nog nooit beschreven of geschilderd. Is hij beeldschoon of erg verwilderd? Daarover heerst onzekerheid. In elk geval, hij meent het goed, hoewel door alles wat hij doet. Je kans hebt dat je noodgedwongen een tijdje op hem wachten moet. Dan komt de vogel met een lied. Je hoort hem, maar je ziet hem niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet. Dan vliegt hij weg met jouw verdriet.